Met mijn been gaat het nog niet zo goed. Ik heb laatst mijn vierde operatie gehad. Ja, ik had hoge verwachtingen. Maar het is toch niet helemaal gelukt als hoe ik het wilde. De dokter zei me, hij zou mijn Achillespees verlengen. Maar tijdens de operatie, wat ik heb vernomen van hem, is er een stukje uitgescheurd aan mijn voet, waardoor hij mijn voet niet in een goede stand kon zetten. Toch dus, dat is waarop ik had gehoopt, dat mijn voet tenminste weer in die goede stand kon komen, zodat ik het weer plat op de grond kon zetten en ja, tenminste weer goed kon lopen, ja. De dokter heeft mij verteld dat we even gaan moeten wachten totdat die wond is genezen en daarna gaat hij die voet in een goede stand zetten. Dus dan is dat de vijfde operatie, ja, die ik moet doen. Ik ben hier om op de eerste plaats naar de status quo te kijken van zijn situatie. Wij zijn ook hier, zei ik aan het begin, om de toezegging te doen dat wij zouden helpen in welke vorm dan ook. De vorm en de mate waarin is des minister. Ik rapporteer zodra ik mij terugbegeef op kantoor aan de minister. Dan neemt de minister een besluit namens het ministerie in welke vorm we helpen. Vast staat dat het ministerie inkomt om Kroni op welke manier dan ook te helpen. Niet dat ik die doktoren van Suriname passeer, maar mijn wens zou toch zijn om toch naar het buitenland te gaan voor verdere behandeling. Ik heb daar toch meer de zekerheid dat, ja, dat ik tenminste weer kan lopen, ja. Intussen heb ik gezien dat er iets inzamelingsactie op touw zijn gezet door organisaties en stichtingen. Wat wij natuurlijk toejuichen als ministerie. We kunnen het natuurlijk niet alleen, maar wij zijn bereid te helpen, dat staat vast. Miguel, heeft de SVB tot nu toe al iets voor je gedaan? De SVB heeft tot nu toe, ja, de kosten, de medische kosten betaald. Ja, en laatst had ik een gesprek met de voorzitter. En hij heeft me toen een kleine tegemoetkoming gedaan. Ja, dus tot nu toe is dat het van de kant van de SVB. Ik denk dat we weer naar het aspect van verzekeren moeten kijken van alle voetballers. Je gaat uit huis om een sport te beoefenen. Je doet het met je hart, we spelen op amateurbasis. Je krijgt er soms iets voor, nog lang niet na wat het zou moeten zijn, omdat we op amateurbasis hier spelen. Maar dat neemt niet weg dat jij als voetballer enige garantie moet hebben dat het moment dat je verongelukt, dat jij toch wel de garantie hebt van wie dan ook, dat er naar jou wordt omgekeken. En ik denk dat in dit geval het toch onvoldoende is geweest. Er zijn mensen, er zijn organisaties en misschien ook sport- en jeugdzaken niet uitgezonden die misschien tekort hebben geschoten. We zijn niet verzekerd, wij als voetballers. En ik denk dat het probleem zelf aan ons voetballers ligt. Want als we echt een eenheid hebben en zeggen van als we niet zijn verzekerd, spelen we geen voetbal. Ja. Zonder wij voetballers kan de SVB niet bestaan. Toch. Dus ik denk dat we beter gewaardeerd moeten worden. Vandaag ben ik aan de beurt. Ik heb toevallig, ja, ik heb geluk, ik heb een werk. Maar dat kan ook ons hoog anders zijn. Toch. Dus ik denk dat we op zulke dingen moeten gaan letten, dat tenminste als voetballers er voor zeker zijn dat mocht er zijn dat er iets gebeurt, dat, ja, dat het toch goed komt met zo'n voetballer. Ik blijf geloven in de almachtige dat boven, dat alles weer goed komt met mij. Ja, dit is waar ik speelde voor mijn land. En wanneer ik
was hun aan me speelde. Iedereen die samen met mij was speelde, weet dat ik alles geef. Omdat ik weet dat als wij verliezen gaat het niet zijn dat alleen maar spelers die hebben gespeeld. Ja, hebben verloren het hele Surinaamse gemeenschap. Het land Suriname heeft dan verloren. Dus ik probeer altijd een grote bijdrage te hebben. Vooral bij internationale wedstrijden. Lopen is voor mij nu het allerbelangrijkste. Als ik weer goed kan lopen, ga ik sowieso proberen weer op het veld te komen. Weer mijn bijdrage te leveren. Ja, voor Suriname.